Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb nu dus het logo van Olympique Marseille. Ik heb alles van Olympique Marseille gekocht. En we zitten nu dus op 1507 punten. We gaan naar objectiefs gaan. Om het een keer te zien hoe veilig ik moet. Ik moet nog één match spelen voor 180 XP te halen. En dan heb ik hier week 2 zilver. Score 3 goals in foot friendlies. Kan ik doen. Maar het belangrijkste is die Wayne Rooney. Dat is 5 squadbattles matches winnen op professioneel met minimum 7 Premier League spelers in mijn team. Ik heb er natuurlijk 11 in mijn team staan, dus ik kan die wildcard token halen. Krijg ik nog 700 XP erbij. Draft Delight kunnen we niet doen, want ik heb niet genoeg munten voor Draft Delight. Dus ik ga eventjes voor jullie de pot spelen. De pot op professioneel spelen, dus als ik überhaupt een goed team tegenkom. Tegen dit team kan ik al professioneel gaan spelen. Dus ik ga het eventjes professioneel spelen en dan ben ik bij jullie terug. Oké, de laatste match op professioneel is dus voltooid. En de match is dus voltooid. Ik heb 1-10 gewonnen. Denk ik. Ja. 1-10 gewonnen. En ja, let's go. Wij gaan nu naar de dingen zien. Naar, ik heb sowieso al goud 1 bereikt nu, dus zeker al goud 1 reward dit weekend. Ja. En met Team of the Year gaan we iets heel speciaals doen. Maar dat zien we dan wel wat we gaan doen. Maar nu is het vooral eerst packs openen. Allee, die dingen doen. Van de objectives. Yes. Dus we hebben een ding omhoog. 60 XP. Dan hebben we hier nog bij de Wayne Rooney. Hebben we ook 600 XP erbij. En een winter wildcard token. Die we zo gaan krijgen. Dingen van. Ja. Die hebben we dus ook gekregen. Sweeney. Die hebben we eigenlijk niks meer mee kunnen doen. Hoeveel XP moeten we nog hebben? Ja, ik heb dan morgen sowieso. Nu ga ik deze namiddag. Ga ik de fit friendlies proberen te doen. Rivals finisher ga ik Sven laten doen. Silverstars. Silver Beasts. Kunnen we allemaal niet doen. Wat zijn er nog milestones dat we kunnen doen? Winning battle kunnen we 5. 1, 15. Draft days win 5. Zou ik nog eens een draft moeten doen? Squad battles mastery moet ik er nog 12 van doen. 13 van doen. Voor een rare player spec. En dan play 25 in draft moet ik er nog 9 van doen. En 89. 84. First owned success. Ik heb nog altijd niet alles on first owners. Oké, boys and girls. We hebben nu dus ook. Het is dus zaterdag. We hebben een hele week al gespeeld. En ja. We hebben dus een goud pack gekregen van de teams. Dat ik had voor Wayne Rooney gestemd. En spijtig genoeg is Wayne Rooney verloren met zijn teams. Maar we hebben toch nog een goud packje, een tradable gekregen. We gaan hem eens open wensen. Is iemand eruit komt. En er komt uit. Gewoon een gewone kaart.
Matheus Pereira komt eruit. Ja, ik weet niet of dat eigenlijk wel leuk is. CDM kan ik altijd goed gebruiken. Spelerscontracten kan ik ook goed gebruiken. Gewone contracten kan ik ook goed gebruiken. Hup. Het is allemaal bruikbare shit. En ja, deze is nu zaterdag. En ik heb deze week ook, vanaf deze week heb ik ook weer een goal van de week of een goal van de video. Ik weet niet hoe ik het ga noemen, ik denk goal van de video. Dus ja, ik heb van deze week een goal van de video. En deze week, tromgeroffel, gaat de goal naar Son met deze actie. Best wel een mooie actie voor die goal. Best wel een mooie actie. Echt een schone goal gemaakt van Son. Ja, ik weet niet meer wanneer ik hem gedaan heb. Ik geloof dat ik hem donderdag of vrijdag heb gescoord. Ik moet ook snel kijken in de bestanden. Maar ik denk vrijdag of donderdag dat ik die gescoord heb. En het waren echt wel schone goals. En ja. Ik heb toen heel veel schone goals gemaakt in match. Al bijna alle buiten de 16. En die goal was echt lekker. We gaan nu naar Squad Battles. Squad Battles Rewards already reclaimed. Natuurlijk. Elite de 3. Ik heb daar juist nog een potje gespeeld. Om 9, om 8 uur heb ik nog een potje gespeeld. Om zeker te zijn dat ik nog Elite 3 ging halen. We gaan eerst. Welk pakket gaan we eerst open doen? We gaan eerst het Prime Mix Players Pack open doen. Dat is het scheidse pakket. En krijgen we dan Walkout uit? Nee, we krijgen gewoon een Rare uit. Rare, Frans, CDM, Bakayoko. 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 En Almiron. Ja, decent. Dan twee Rare Electrum Players Pack. Hopelijk zit daar een Walkout in. Daar zit een Border in. Striker. Morata. Dat is goed, Morata. Maar we zoeken die Walkout. Richie, de laat. Yes. Dus nu gaan we nog eentje open doen. Hopelijk zit daar wel een Walkoutje in. Weer aan borden. Ze zijn wel decent met de borden. Centerback. Thiago Silva. Die kan ik dus verkopen. Die heb ik dubbel, denk ik. Yes, die heb ik dubbel. En Grealish. Dus yes. Up. Florian Wirtz. Barkley. Yes. Ja. Kan ik een goudpack. Een premium goud preview pakket doen. Krijgen we ook niks uit. Damn. Nu dacht ik eigenlijk dat we wel een walkout gingen pakken in deze video. Maar we willen geen walkout in deze video, dus ja. Yeah. De walkouts zijn zo'n beetje gestopt met mij. Ik heb te veel luck gehad de afgelopen weken, dus ja. Yeah. En nu gaan we nog eens een gouden upgrade doen die we eigenlijk elke video wil doen. Dus ja, let's go. Oké, we hebben dus de opstelling klaar. Ik heb dus Dragowski, Izquierdos, De Laat, Oliveira, Dumfries, Yokuzlu, Carles Gil, Matheus Pereira, Akpa, Akpro, Alessandrini en Lozek ingeleverd nu. Dus ja. Daarvoor krijgen we een 2 rare gold spec. En hopelijk zit daar wel een walkout in. Ik ga ze niet blijven knallen. Want ik wil niet echt. Ja. Munten kwijtraken en zo. En spelers kwijtraken. Er zit een border in. Belgisch. Leftwinger. Eden. Nu kan je eigenlijk de video aan afsluiten. Ja.
Volgende keer is terug een nieuwe FIFA-video. En ja, eigenlijk, het was wel leuk om dit keer een FIFA-video te maken voor jullie. Ja, ik vond dat eigenlijk wel eens leuk om te doen. Eigenlijk weer al eens leuk. Weer al leuk. Mijn volgende speler die ik ga kopen is natuurlijk Virgil van Dijk. In de centrale verdedigingspositie in plaats van Laporte. En in plaats van Laporte of Ruben Dias, een van de twee. En daarvoor ga ik wel eventjes moeten sparen. Maar ik ga Virgil van Dijk zeker kopen. Voor team, allee, voor team 4 denk ik dat ik die wel kan kopen. Moet ik wel een paar decent spelers voor kunnen verkopen. Zoals Grealish en zo. Dat we zo kunnen eigenlijk stekken naar die munten voor Virgil van Dijk. Hopelijk heb ik de volgende video al Virgil van Dijk. En dat zou wel leuk zijn dat ik Virgil van Dijk kan kopen. Voor de volgende video. Dus ja, let's go. Wij gaan natuurlijk nu de video afsluiten. Ik vond het leuk dat jullie gekeken hebben tot nu. Ja. De volgende keer is nu een stream. Ik weet niet wanneer dat de stream gaat zijn. Ik denk op mijn verjaardag dat ik wel eens ga streamen. Dat is dus 16 maart. Dat is op een woensdag. Dat ik een keertje ga streamen. En ja, dat wil ik wel iets doen voor jullie. Dus dan een keer in plaats van een verjaardagsvideo, een verjaardagsstream. Dus kom dan in de stream iets zeggen en wens me dan een gelukkige verjaardag of zo. Het zou eigenlijk wel leuk zijn moesten jullie dat komen doen. Ja. En ja. Het zou eigenlijk wel leuk zijn moesten jullie bij mijn stream mijn verjaardag komen. Een gelukkige verjaardag komen wensen. En ja. Ik weet niet, gaan we dan een 12 uur stream doen? Gaan we dan een 9, een 7 uur stream doen? Ik weet nog niet. We gaan wel zien wanneer we stoppen met de stream. En ja, ik vond het leuk van jullie om weer te filmen deze week. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is dan altijd Dylan. En zoals jullie guys wel weten, is er volgende keer weer een nieuwe FIFA-video. Joejoe!